Ik ging vanuit Breda naar Amsterdam. Ja, en naar Antwerpen. Maar ik heb in Amsterdam heb ik dan de hele week doorgebracht. Ik ging met de weekenden naar huis. Maar dan ging ik naar huis. Hè. Ik bleef niet in Amsterdam. Nee, ik ben nooit zo bezig geweest om het een en ander te verkondigen. Ik maakte werk en dat leverde ik af. Daar kreeg ik wat geld voor en daarmee kon ik weer leven. Ja, ja. Antwerpen, Amsterdam, had ik natuurlijk geld voor nodig in Amsterdam. Ik kreeg iedere maand 300 of 400 gulden en dat geld dat kreeg ik en dat zou ik terugbetalen in de vorm van een monumentaal werk als ik afgestudeerd was. Dat was mijn motivatie en de motivatie van de stad Breda om mij dat geld iedere maand te geven. Dus dat heb ik gedaan. Dat was mijn terugbetaling van mijn geld. En meneer Esbach, dat was de directeur van de gemeente vervoerbedrijven in Breda in dat tijd. Die heeft deze constructie bedacht en uitgewerkt. Zodat ik dus na de beëindiging van mijn studie dat werk kon maken. Maar toen kwam ik met meneer Esbach. En meneer Esbach, ja, ik moest een ruimte hebben. En meneer Esbach had een ruimte. En meneer Esbach is altijd mijn man geweest die mij geholpen heeft, die achter mij stond. Als het ging over gemeentezaken of voor geldzaken of zo. Dat was zo min of meer mijn culturele vader. En dat kon hij. Hij was zelf architect en hij boetseerde zelf ook. Dat was een goede man. Daar heb ik dus alles aan te danken. En die zorgde dan ook dat ik een ruimte kreeg waarin ik de vlucht kon maken, begrijp je? Ja, de vlucht. Ik vond dat een mooi onderwerp, omdat dat zo mooi aansprak in die jaren. Hè. Dat is een herinnering aan de vlucht van Breda. Want daar is dat uit voortgekomen. Vlucht, vlucht, de Noorwand. Dan heb ik dat vogeltje, dat daar staat, dat heeft het heel erg. Die heeft dat beter nog dan de vlucht. Want de vlucht is meer een gang, hè, van een trek naar iets. Hè, maar de vlucht is meer dan een gang, dat is een... Dat is een zenuwtrek, hè. En dat zit wel in dat vogeltje. Ja. Wat is uw meest geslaagde beeld? Waar was u zelf het meest tevreden over? Dat vogeltje. Dat vogeltje. Dat is, ja. Kijk, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Ja, dat is een goeie ding. Die vlucht, echt. Ja, die is goed. Ja. Ik wou dat al mijn werk zo was. Had ik dat. Maar ja. Maar moeder vlucht ook. Ja, die loopt. Waarom heeft u de emu gemaakt? Iedere week ging ik naar de dierentuin in Breda of in Tilburg met Esbach. Gingen we samen tekenen. En ja, ik vond dat een bijzonder vreemd, groot vogelbeest. Ja, waarom maak je daarom? Ja, dat is iets vreemds. Ja, dat maak je. Ja. Ja, dat vind ik dus het beste ding wat ik, het beste beeld wat ik gemaakt heb. Hierin is de beweging. Hierin is drie aanwezig.
1 en 1 is geen 2, maar 3. Dat tussenin wat je niet ziet, maar voelt. Hè? Dit is het, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Hier ben ik dus. Ja, dit is natuurlijk ook mooi, maar ach, dat loopt. Hè? Dat zal wel goed zijn. Hè? Dat zal allemaal wel goed zijn. In de periode dat ik dus bezig ben om de vlucht te maken, maak je natuurlijk van alles. En dan mag je zien ineens een vogel. Dan denk je, god, de vogel, die zal ik eens laten vluchten. En dan denk je, het, dat is toeval. Dat is gewoon toeval, mag ik hem even vasthouden. Dat is gewoon toeval. Dat is een goeie ding. Dat is een goeie ding. Dat is echt goed. Ja, dat geeft je wat. Waar ik mee uit de voeten kom, was Claudius Prinsen. Burgemeester Prinsen. Dat is een burgemeester geweest. Die had dat ook. Die had dat. En die had ook, was typisch, naderhand, die had ook zijn vrienden en kennissen bij Mariandrissen zitten in het noorden. En bij andere beeldhouwers. Die had dus daar contact mee. Met mensen van de kring van Nederlandse beeldhouwers. Claudius Prinsen. Ja, en die gaf je ook de douw, hè, om iets verder te brengen of verder te maken of te beginnen of zo. De inspiratie gaf hij. Hij was een heel aparte, bijzondere man. Op dit punt dan ook. Hè. Dit heeft wel iets, maar dat is niet de vlucht. Dat is gewoon een trek. Een trek. Ja, ik heb er geen ander woord voor. Ja, ik vind het niet sterk. Ik vind het niet sterk. Die grote vlucht is beter. Ja, ik ben daar ook niet ontevreden over, anders had ik het teruggehaald. En dit is aardig, hè? Maar dit is. Dit, hè? Dit, hè? Dit, hè? Dat is het. En dat probeer je te vangen. Of probeer te vangen. Dat zie je ineens zitten en dan stop je ermee. Ja? You have it.